Schoerman voor de rode 14 uitzien, down 15-16. En Schoerman en Scheenloop naast elkaar, hoort die bocht in. Heeft de Schoerman aanleiding, Scheenloop een vlekje, had grap op 3. Daan hebben we erbij zitten, Pepijn Bekker, Jorre Maatman, Jesse van den Bergen op Joe Bekker. En die gaan we even een beetje buurt maken, maar hij houdt zich helemaal strak hoor, die Schoerman. En hij gaat gewoon aan de leiding hier. 5-46, Bas Scheenloop op 2 en dan hebben we Pjat Grap op 3. Laatste bocht, die met koploper Mart Schoonman, inderdaad hoor. Hij gaat hier de stappen voor Bas Scheenloop.